Hallo en welkom bij Honey Handig met SketchUp met het tutorial een plattegrond maken van in SketchUp vanaf een 3D-model. Stel nou, je hebt een 3D-model gemaakt en dat heb je gedaan bijvoorbeeld vanaf een schets die je gemaakt hebt. Dit was mijn schets. Ik zal hem er ook even hier inzetten, dan hebben we die er even bij. En ja, je bent er heel druk mee bezig geweest. Je hebt dit helemaal overgezet. En hoe je dat moet doen, heb ik uitgelegd in een andere tutorial. Honey Handig met SketchUp. Hoe trek je een plattegrond of hoe maak je een plattegrond in SketchUp vanaf een handmatige schets. Dus bekijk die ook eventjes. Nou, vervolgens heb je die schets helemaal 3D opgetrokken, het plattegrond helemaal 3D opgetrokken, lekker getekend, je bent klaar en toen bedacht je, oh, ik heb ook nog een plattegrond nodig. Hè, hoe doe je dat dan? Hoe maak je nou vanaf dit model nog een plattegrond? Wat je natuurlijk kan doen, is dit ding helemaal opnieuw gaan tekenen. Dat kan. Ik ben liever lui dan moe. Wat je dan ook kan doen, is eigenlijk de contouren van je kamer kopiëren. En als het goed is staat, als je iets getekend hebt, staat het in een groep. Nou, je kan natuurlijk zeggen, ik trek dit over. Dat kan. Dan heb je meteen de plattegrond die je nodig hebt voor je kamer. Dat kan. Wat je ook kan doen, is dit gewoon kopiëren. Dan moet je altijd even naar de onderkant gaan naar je slaapkamer. Dat is het handigste, want dan zie je ook meteen waar de gaten van je deuren zitten. En dan zie je vaak, kijk bij mij zit, dit is wel dicht, maar hier kan ik in mijn muren kijken. Dan moet je even dicht maken. Dat is stap 1. Dus als eerste ga je naar de onderkant van je kamer. Ik ga in de groep, dus ik open de groep zodat ik dit vlak kan selecteren. En dan moet ik dit even dicht maken. Hoe doe ik dat nou? Als je de line tool pakt, en dat is L. En je trekt één van die zijden over, dan gaat die dicht zitten. Zie je dat? En dat doe ik hier ook. Eén van die zijden dicht trekken. En dan gaat die dicht zitten. Nou, ga ik even kijken. Deze lijn, heb ik die nodig? Nee, die heb ik daar voor de plattegrond wel nodig. Deze heb ik eigenlijk niet nodig. Die zit er onnodig in. Dit is ook allemaal onnodig. Nou, ik haal ze toch even weg. Veel makkelijker. Hier ook. Waarom haak ik die tussenlijntjes weg? Ten eerste verandert er daarmee. Kijk dat altijd wel even naar. Verandert er niks meer mee aan mijn kamer? Ten tweede is dat handiger. Want als ik nu dit ding selecteer, heb ik meteen eigenlijk de hele ruimte van mijn kamer. Inclusief het gat van de deur. Nou, ik heb deze geselecteerd door hier twee keer op te klikken. Je kan voor mij ook het grondvlak erbij nemen. Dan druk je de shift in. Als je shift ingedrukt houdt, dan zie je dat je bij je selectietool een plusje komt. Dan klik je twee keer ook op het vlak, niet drie keer. Als je drie keer klikt, kijk, dan selecteer je de hele kamer. Dat is niet wat je wil. Je wil alleen de vloer, dat is twee keer, klikken. Shift ingedrukken. En de contouren. Als dat losse stukjes zijn, kun je die er ook bij selecteren. Nu gaan we kopiëren. Maar omdat de kamer in een groep staat, is het niet handig om met je move tool een plusje erbij om zo'n kopie te maken. Want die staat dan in diezelfde groep. Dat wil je niet. Je wil hem los hebben. Nou, wat je dan kan doen is, als je dit geselecteerd hebt, dat heb je misschien al in andere programma's gedaan, maar de Ctrl-C en de Ctrl-V functie werkt hier ook bij. Waarbij Ctrl-C betekent copy en Ctrl-V is paste. Vraag me niet waarom. Ik dacht altijd dat het Ctrl-P was, maar het is Ctrl-V. Voor de Mac is dat CMD-C en CMD-V. Wat ik daarmee bedoel is, dit is geselecteerd. Je hoeft met je muis niks te doen. Je drukt nu op je toetsenbord de Ctrl-toets in. Dat is de CTRL-toets. Voor de Mac-gebruikers de CMD-toets en die hou je ingedrukt. En nu klik je één keer op de C. Dan maakt er een kopietje van. Als je nu de groep sluit, en nou is mijn computer heel even aan het nadenken, door ergens in het veld te klikken, ga ik even naar het bovenaanzicht zo, en je doet dan weer Ctrl ingedrukt houden, en voor de Mac gebruikers CMD toets ingedrukt houden, en je drukt op V, dan gebeurt er niks eigenlijk. Hè. Alleen zie je dat mijn move tool verandert in, of dat mijn selectietool verandert in een move tool. Als je dan beweegt met je move tool, dan verschijnt die plattegrond in één keer. Zo, zet ik hem hier neer.
Wat ik wel zou doen is, zet hem eventjes gelijk. Pak hem nou op een hoek vast, die plattegrond. En sleep die hoek ook naar de hoek van je kamer. Zodat hij gelijk staat. En schuif hem dan opzij. En dan heb je een kopie eigenlijk van deze plattegrond. Het enige wat je dan nog moet doen, is je deuren en je ramen intekenen. Door te zeggen, goed, dit is het gat van mijn deur. Hier komt een raam, 1 meter en 8. Nou, dat raam zit precies in de hoek. Dan ga ik 1 meter, 108 opzij. Ik weet, inmiddels, hè, je hebt het ding getekend. Bij mij zijn mijn kozijnen 7 centimeter dik. Dus ik geef 7 centimeter aan. En dan ga je eigenlijk gewoon, dat doe ik bij de deur ook, 7 centimeter. Je gaat eigenlijk gewoon nu alles intekenen. Bij een plattegrond is het wel zo dat meestal alles gewoon wit is. En de wanden zijn grijs. Ik maak er meteen even alles wit, dat is minder confusing. Zo. Dan is mijn raam. Dit is in het midden. Ik moet het glas aangeven. Die doe ik in totaal 3 centimeter dik. Ik ga nu 1,5 centimeter opzij. En vanaf het midden. Ik heb net een stippenlijn in het midden gezet. Die heb ik vanaf deze wand getrokken. Heb ik stippenlijn met de tape measurement tool in het midden gezet. Tape measurement tool zit hier. Sorry, ik ging een stap te snel. Als je nou stippenlijnen wil aangeven, dan ga je naar de tape measurement tool. En dan kan je op een lijn klikken. Ga dan niet in de hoek staan. Dat werkt niet. Maar ga hier op een lijn staan. Ergens in het midden is ook niet handig. Als het bolletje blauw wordt, dan doet hij het ook vaak niet. Maar hier ergens gaan staan. Ga je opzij. En als je dan met de cursor over die lijn heen beweegt, zie je dat mijn tape measurement tool icoontje over die lijn gaat. Dan zie je dat die ergens daar blauw wordt. Nou, blauw is het midden. Nu ga ik 1,5 opzij. En dan vanaf daar 3 naar links. Dus vanaf hier naar daar heb ik 3 gedaan. Of vanaf het midden ook 1 opzij die kant op. 3 centimeter deze kant op. 3 centimeter die kant op. 2 centimeter over zo. Want je moet de sponning van het glas aangeven. 2 centimeter over zo. En dan ga je eigenlijk alles gewoon intekenen. Heel simpel. Alle lijntjes die je ziet, maar overtrekken. En dan kun je straks altijd de dingen weghalen die je niet meer nodig hebt. Ik haal de stippenlijnen even weg, anders is het voor mij alleen maar confusing. En dan gum je met je, oh, dat doe ik nog verkeerd. Die moet weg. Met je gum je datgene weg wat je niet meer nodig hebt. Zo. Nou, dat doe ik bij de, hier zit bij mij, weet ik, een raam. Zie, dat is deze. Waarbij dit een kozijn is, hier zit een stukje hout tussen het kozijn, is opgevuld. En hier zit ook een stukje hout. Dus dit is niet een muur die helemaal dik is, maar dat is net zo dik als het kozijn. Dat is 97, 16 en 97. 97, 9, 7. En je hoort me typen. Op het moment dat je een lijntje trekt, hè, je kunt natuurlijk hier overheen gaan en precies bij de 97 stoppen. Maar dan zie je dat squiggle lijntje betekent dat je niet helemaal juist op de maat zit. Terwijl als je het intypt, ik heb niet voor de tweede keer geklikt, maar ik typ in 9, 7. Dan staat hij op de juiste plek. En dan zit hier 16 tussen. Oh, heb ik nog alsnog verkeerd ingetypt. Ja. Ja, en dan midden. Eigenlijk hetzelfde wat ik net deed. Anderhalf die kant op. Anderhalf deze kant op. 3, 3, 7. Ik moet even nadenken. Want mijn kozijn is 7 centimeter. Ga ik weer 2 centimeter terug. Hij is 7 centimeter. En ik ga 2 centimeter terug. Dan kan je dat aan deze kant ook doen. Wat je ook kan doen is 1 kozijn tekenen. Daar ben ik dan wel weer voor. En die dan dadelijk kopiëren.
geval als je weet dat dat hetzelfde kozijn is. En ik weet dat dat exact hetzelfde kozijn is. Dus wat ik doe is ik selecteer deze. Twee keer klikken. Net zoals wat je net deed met die plattegrond. Shift ingedrukt houden. En dan de vlakjes en de lijnen eromheen selecteren die je nodig hebt. De Move tool pakken. Ctrl indrukken voor het plusje erbij. En het kan zijn dat bij de Mac een andere tool is. En dan vervolgens kopieer ik hem gewoon hop, hier naartoe. Hoef ik hem alleen nog maar in te kleuren. Die moet ik niet weghalen, die is van de deur. De deur intekenen. En als ik me niet vergis, is een deur ongeveer 2 centimeter, 4 centimeter dik. Dus ik ga 2 centimeter die kant op. Ik ga 2 centimeter deze kant op. Dan ga ik even 2 centimeter hier naartoe. En 2 centimeter hier naartoe, want je moet intekenen hoe jouw deur open gaat. En mijn deur zwaait naar binnen open. Dat betekent dat hij hier tegen het kozijn aanvalt. En dat is wat je even moet tekenen. Ik doe het met de lijn tool, maar dat duurt me te lang. Ik teken eigenlijk altijd gewoon alle blokjes in. En dan kan ik altijd later nog weghalen wat ik niet nodig heb. Zo. En dat altijd even kijken. En soms moet je een blokje weer opnieuw tekenen. Die kan weg, die kan weg. Die kan weg, die kan weg. En dan wil ik dat hij hier hetzelfde doet. Zo, zo en zo. En hoef ik hem eigenlijk alleen nog maar in te kleuren. De muren maak ik grijs. Het kozijntje maak ik een iets donkere kleur. Zodat je aangeeft dat daar een kozijn zit. Kijk maar eens op plattegronden online. Dan zie je dat dat ook op die manier aangegeven wordt. En het glas maak ik nog even blauw. Nou vind ik dat er de blauwe in het menu een beetje gek blauw uitzien. Dus die pas ik nog even aan. Zo. En voilà, dit is je plattegrond. Zet dan die plattegrond in een groep. En zet er ook wat maten bij. Dat, hè, als dat de opdracht is of als jij maten ergens bij moet zetten, dan kun je dat hier ook bij zetten. Zet die maten, als je die maten erbij gezet hebt, zet die maten dan ook samen in een groep. Maar op deze manier kun je eigenlijk vanaf een bestaande tekening een plattegrond maken. Dus vanaf een bestaand SketchUp model kun je altijd daarna nog een plattegrond maken op een vrij simpele manier. Tot zover deze tutorial. Het maken van een plattegrond in SketchUp vanaf je SketchUp 3D model.